De ochtend van Joe. Sven en Anke. Ja, we moeten even op een speciale manier overschakelen naar de andere kant van de wereld, naar India. Daar is grote commotie op dit moment over een artikel wat in een grote krant is verschenen in India. Met allerlei tips voor als je een baby wil maken en per se een jongetje zou willen. Want dat is nog wel altijd iets in China en in India, dat je liever een jongen dan een meisje hebt. En in dat wetenschappelijk artikel worden allerlei tips aangeraden van hoe je er kunt voor zorgen dat het geen meisje wordt, maar een jongen. En die tips die zijn echt niet normaal. Je moet bijvoorbeeld op oneven dagen seks hebben. Niet op de even dagen, de oneven dagen. De vrouwen moeten met hun gezicht naar de linkerkant van het bed en tegelijkertijd naar het westen gericht in slaap vallen. Ja, echt waar. Staat dat er echt allemaal in? Echt in, ja. De mannen mogen nooit een ontbijt overslaan. Ze moeten meer dan gemiddeld eten. Ze moeten er ook voor zorgen dat ze veel schaap, rozijnen en gezouten maaltijden eten, de vrouwen dan. En de mannen mogen niet te zuur eten. En als je dat allemaal goed doet, dan krijg je een jongetje. En dan zit je niet met een vervelend meisje opgeschreven. Dat is het eigenlijk. Dat is het verhaal. Nu, heel India, ik heb alles misgedaan. Ja, inderdaad. En bewust. Heel India valt daarover. En het is heel dubbel. Dat kan niet en dat mag je niet zeggen. Want ja, het zou maar zwaar kunnen zijn. Nog meer jongetjes. Enfin, een heel gedoe. En toen vroegen wij ons af, welke gynaecoloog zouden we eens kunnen bellen? Ja, en toen dacht ik, er is een staatssecretaris die gynaecoloog is. Dat is ook de gynaecoloog van Rani de Koning. Is dat zo? Ja, die heeft dat dus verteld. Goedemorgen, mevrouw Elke Sleurs. Goedemorgen. Mevrouw Sleurs, onze staatssecretaris bevoegd voor armoedebestrijding, gelijke kansen, personen met een beperking, grootstedenbeleid, wetenschapsbeleid en onnozele gesprekken over hoe je een zwangerschap kan beïnvloeden. U bent echt gynaecoloog, mevrouw Sleurs? Ja. Ik ben voor mijn beroep als professioneel politica, zal ik zeggen, ben ik nog wel 20 jaar gynaecoloog. Dat wist ik. Ik wist dat echt niet. En doet u het nog soms af en toe? Of bent u er helemaal van afgekikt? Ik ben er wel eens net van afgekikt, maar ik heb toch mijn zus nog bevallen deze zomer. Dus dat was toch wel heel leuk. Oei. Ja, echt waar. Jarenlang vergeten we dat moest en toch nog een keer proberen eigenlijk. Oh, maar dat is zoals zwemmen en fietsen. Dat is niet af, hè. Wow. Ja, ik kan goed zwemmen en fietsen, maar ik zou... Enfin, maar dat zou ons te ver leiden. Dat artikel, ja, u gaat ook over gelijke kansen en zo, en armoedebestrijding enzovoort. Dus het gaat u eigenlijk ook wel een beetje aan. Ja, is het flauwekul, dat artikel? Complete bullshit? Ja, het is echt flauwekul. Dat is totaal niet wetenschappelijk bewezen. We hebben geen enkele aanwijzing. Het zou ook niet kunnen dat slapen in een bepaalde richting, wat is het nog allemaal? Ja, noten en schapen eten en zo. Nee, totaal niet. Hè. Een ejaculaat waar dat de spermacellen in zitten. Spermacellen verdragen het X- of het Y-chromosoom, maar het doet er natuurlijk niet op of dat u nu ontbeten heeft of niet. Ik zou niet weten waar we dat halen. Het is natuurlijk, het klinkt allemaal zeer belachelijk, maar het gaat veel dieper natuurlijk. En dat is wel verontrustend, hè, want het gaat nog altijd erover dat meisjes totaal niet van belang zijn in de Indische maatschappij. Ja, heftig is dat wel, hè, om dat zo te horen. Ja, zeker en vast. Want ja, zo is het natuurlijk wel leuk als je dat leest en dan denk je, ja, zeg, waar halen we dat nog uit in het jaar 2016? Maar het gaat veel dieper. En dat is wel degelijk een probleem. Is in feite de cultuur van meisjes zijn echt minderwaardig. En abortussen, zwangerschapsafbrekingen, foetusmoorden, moorden van meisjes als die geboren worden, is toch wel een groot probleem. Maar even terug naar hier. Er is geen enkel middeltje, behalve natuurlijk, als je... Maar behalve, en daar gaat het ook, dat is ook wel een ethische discussie, als je gewoon al op voorhand even kan scheiden en kijken met de loop, met het vergroot, dat is een goed zaadcelletje voor jongetjes en dat is een om meisjes te maken. Zo op bestelling geslacht, wat vindt u daarvan? We doen dat niet. Hè. We doen dat niet in de fertiliteit. In theorie zou dat kunnen natuurlijk, want we bekijken soms het geslacht in functie van bepaalde erfelijke aandoeningen. Maar in theorie gebeurt het niet. Dus het geslacht op bestelling is niet mogelijk. En ook niet wenselijk. En is absoluut niet wenselijk. Is ethisch niet wenselijk. Als we daarmee beginnen trouwens, dan zou de wereld niet lang niet meer leven. Hè. Want eerlijk gezegd, alleen mannen op de wereld is toch ook niet goed. Hè. We hebben toch wel een goede mix nodig. Hè. Ja. Alleen vrouwen ook niet. Alleen vrouwen. We hebben elkaar nodig. Ik zou zeggen, een goede 50-50 is toch goed, hè? Op de wereld. Hey, dankjewel, mevrouw de ex-gynaecologe, maar nog altijd voor noodgevallen beschikbare staatssecretaris Elke Sleurs. Dankjewel. Dag.